Hoi allemaal, Bianca hier en welkom bij deel 5 en tevens het laatste deel van A Touch of Frost. We gaan in het laatste deel ronde 83 tot en met ronde 96 haken. Pak je haaknaald er weer bij en we gaan er gauw aan beginnen. We beginnen aan de eerste ronde van deel 5. Ronde 83 en kleur 700 heb ik terug op de haaknaald. En we gaan beginnen met een staande steek, een relief, vaste steek achterlangs, rondom een waretje van 5 van die stokjes. Rondom het eerste stokje, draad staat op de naald, gaat nu van achter naar voren, van voor naar achteren, rondom dat stokje heen, draad te pakken. Onderdoor halen en dan een vaste maken. Dus omslaan door 2. Dat is je eerste vaste steek achterlangs. Dit doe je ook rondom de volgende 4 stokjes. Een relief vaste achterlangs. Helemaal rondom dat waaiertje gehaakt. 5 keer een relief vaste steek achterlangs. En dan zien we hier op de voorkant van je schep van die kleine lusjes zitten. De volgende 3 steken, dat zijn de 3 stokjes, die ga je overslaan. En dan hier tussen de 2 groepjes van 3 stokjes in. Dus echt hier tussenin, niet op de steek van het eerste stokje van die groepje van de volgende 3, maar echt tussen die 2 keer 3 stokjes in gaat een nieuwe waaier van 6 stokjes. Dus omslaan, tussenin 6 stokjes maken. Dus 1, 2, 3, 4. 5 en 6 voor een nieuwe waaier. En dan ga je de volgende 3 stokjes ook weer overslaan. En dan kom je bij de volgende waaier van de vorige toer. En daar begin je weer overnieuw met de volgende herhaling. Dat zijn dan 5 van die relief vaste steken achterlangs. Die ga je rondom dat volgende waaiertje maken. En dan maak je weer een nieuwe waaier tussen die 2 groepjes van die 3 stokjes in. Daartussenin komt weer een nieuwe waaier van 6 stokjes. Zo werk je weer helemaal rond. Je maakt een onzichtbare steek in de tweede steek. En dat is de tweede vaste steek achterlangs. Ronde 84. Nieuwe kleur. We gaan beginnen met 2 stokjes samen haken. Je eerste zijn dan 2 staande stokjes samen haken. In de eerste 2 relief vaste achterlangs van die 5 hier. Draad staat op de naald, omslaan. Je gaat in die eerste vaste achterlangs. Draad te pakken omhoog halen, omslaan door 2. Omslaan in de volgende vaste steek achterlangs. Draad te pakken omhoog halen, omslaan door 2. 3 lusjes op je haaknaald, die ga je samen haken. Omslaan en door alle 3 de lusjes heen trekken in 1 keer. In de volgende steek gaat 1 stokje. En dan in de volgende 2 vaste steken achterlangs gaan weer 2 stokjes samen haken. Omslaan, in de volgende steek draad te pakken omhoog, omslaan door 2. Omslaan in de volgende, omslaan, omhoog halen, omslaan, door 2 heen halen. 3 lusjes op je haaknaald, omslaan en samen haken. Nu kom je hier bij zo'n schelp van 6 stokjes. Op elke steek gaat een half stokje, 6 in totaal. Dus omslaan, in de volgende steek, draad te pakken omhoog halen, omslaan en door 3. Dat is 1 in de volgende. 2 in de volgende, 3, 4, 5,
en 6. En al deze steken ga je zo helemaal rondhaken. Ik zal hem nog een keertje voordoen. In de volgende twee steken, dat zijn die relief vaste steken achterlangs. In die eerste twee, daar gaan twee stokjes samen haken op. Dus 1 en 2 niet complete. Oh, ja. Niet 2 niet complete stokjes. Die ga je samen haken, omslaan en doorhalen tot 3. In de volgende steek gaat dan 1 stokje. En in de volgende twee steken, dat zijn de twee laatste relief vaste steken achterlangs, gaan weer 2 stokjes samen haken op. En dat is 2, omslaan, samen haken. En dan kom je weer bij zo'n waaier van 6 stokjes. Op elke steek gaat dan een half stokje. Dus 1, 2, 3, 4, 5 en 6 halve stokjes. Zo werk je helemaal rond. Je sluit dan weer een onzichtbare steek. En dat is op het stokje naar die eerste twee stokjes samen haken. Dat is 1 steek geworden. In de volgende steek op dat stokje. Daar gaat een onzichtbare steek op. Ronde 85, 700 is terug op de haaknaald en we gaan een hele gemakkelijke ronde maken. In elke steek maak je een stokje helemaal rond en je eerste steek is een staand stokje. Het maakt niet uit in welke steek dat je begint. Draad om de naald, een steek uitzoeken en dan een staand stokje maken. En dan ga je in elke steek helemaal rondom een stokje haken. Je maakt weer een onzichtbare steek, dat doe je op de tweede. Als je alle stokjes rondom hebt gehaakt, dan heb je er in totaal 684 gemaakt. Ronde 86, nieuwe kleur op de haaknaald. We gaan beginnen met een staande vaste steek. En de plek waar we gaan beginnen is boven zo'n waaiertje hier. Van ronde 83 die we hebben gemaakt in kleur 700. Boven het derde stokje van dat waaiertje, 1, 2, 3, ga je recht omhoog. En in dat stokje van de vorige ronde ga je een staande vaste steek maken. 1, 2, 3 en dan recht omhoog. We gaan een lusje haken. 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En dan ga je door naar de volgende steek en daar gaat weer een vaste in. En deze vaste is de eerste vaste van 18 vaste op een rij. Je maakt dan in de volgende 17 steken ook nog een vaste. Ik heb een klein sprongetje gemaakt in de video. Ik heb 18 vaste op een rij gemaakt na dat lusje. En dat laatste vaste steekje, die zit ook weer boven zo'n volgende waaier. Of twee waaiers verderop. Boven zo'n derde stokje. 1, 2, 3. Ga je daar recht omhoog. Dat is de plek waar je dan de 18e vaste in maakt. En dan begin je weer overnieuw met zo'n herhaling. Om een lusje te maken van 4 lossen. En dan maak je in de volgende 18 steken weer 1 vaste steek. En zo werk je helemaal rond. Als je deze ronde hebt gemaakt, ga je de draad niet afknippen om een onzichtbare steek te maken. We gaan een halve vaste maken bovenop de eerste staande vaste steek. Want in de volgende ronde,
ronde 87 gaan we nog een keer met dezelfde kleur haken. Ik heb alle steken helemaal rond gemaakt. Na die laatste boog van die 4 lossen heb je dan nog 17 vaste gemaakt. Het moeten er 18 zijn. In het begin heb je een staande vaste gemaakt. Telt ook voor 1 vaste. Dat zijn er dan weer 18 bij elkaar. We gaan een halve vaste maken boven de top van de allereerste staande vaste. Dat is hier. Dan ga je onder het V'tje door. Pak je de draad op. Doorhalen. En doorhalen. In de volgende ronde gaan we door met dezelfde kleur. Ronde 87 met dezelfde kleur. We gaan eerst in de ruimte van 4 lossen gaan we een halve vaste maken. Ga je in met de haaknaald, draad te pakken, omhoog halen en omhoog halen. Nu beginnen we hier in die ruimte van die 4 lossen. 3 lossen maken. 1, 2 en 3. Deze 3 lossen die tellen voor een eerste stokje. Nou, in die ruimte van die, hier, van die 4 lossen, daar gaan nog 4 stokjes bij in. 1, 2, 3 en 4. Nu heb je 5 stokjes in totaal. 1 losse maken. En dan ga je terug in dezelfde ruimte van 4 lossen met nog 5 stokjes. 1, 2, 3, 4 en 5. Dan heb je hier zo'n waaiertje gemaakt van 2 keer 5 stokjes met daartussenin 1 losse. 2 steken overslaan. 1 en 2. En dan in de volgende steek maak je een vaste. Dit is de eerste vaste van 14 vaste op een rij. Dus je maakt nog bij de volgende 13 steken ook een vaste. 14 in totaal. De eerste heb je gemaakt. Dus 2 in de volgende, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14. Als het goed is heb je nu nog 2 vaste steken over voordat je weer aankomt bij de volgende boog van 4 lossen. Die laatste 2 vaste steken ga je overslaan en dan in de volgende boog van die 4 lossen ga je weer zo'n nieuwe waaier met een losse ertussenin maken. 5 stokjes in die ruimte van 4 lossen. Dus 1. 2, 3, 4, 5, 1 losse maken en dan terug in dezelfde ruimte van die 4 lossen met nog eens 5 stokjes. 1, 2, 3, 4 en 5. En dan begin je weer overnieuw met de herhaling. 2 steken overslaan en dan in de volgende 14 steken 1 vaste maken. En zo werk je helemaal rond. In al die boogjes van die 4 lossen komt een nieuw schelpje van 5 stokjes. 1 losse, 5 stokjes. 2 steken na en voor de boog 2 steken overslaan. En daartussenin maak je dan 14 vaste. Zo werk je helemaal rond. Je maakt in de tweede steek van de ronde, en dat is dan de
eerste stokje hier, na die drie lossen, maak je dan weer een onzichtbare steek. Ronde 88, kleur 700 is terug op de haaknaald en we gaan in deze ronde heel veel relief halve stokjes achterlangs maken. Het eerste relief half stokje achterlangs, dat is een staande en dat doen we rondom het allereerste stokje van zo'n schelp. Draad staat op de naald, omslaan, dan rondom dat eerste stokje hier aan de rechterkant van de schelp. Ga je van achter naar voren, van voor naar achteren, rondom dat stokje heen, draad te pakken, onderdoor halen, omslaan en door alle drie de lusjes heen halen op de haaknaald. Voor een eerste relief half stokje achterlangs. Je maakt er ook rondom de volgende vier stokjes weer zo'n relief half stokje achterlangs. Dus dan heb je er vijf aan de rechterkant van de schelp. Het zijn er drie, vier en vijf. In die ruimte van die ene losse, daar gaat een half stokje in. Eén losse. En terug in dezelfde ruimte met nog een keer een half stokje. Dan hebben we hier aan de linkerkant van de schelp ook weer vijf stokjes. Daar gaat ook weer een relief half stokje achterlangs op. Dus omslaan, dan ga je door die ruimte van die ene losse, van achter naar voren, rondom het eerste stokje aan de linkerkant. Draad te pakken, onderdoor halen, omslaan en door drie. Dat is één, dat doe je ook rondom de vier volgende steken. 2, 3 4 en 5. En dat ziet er dan zo uit. Dan hebben we hier naar die schelp 14 vaste gemaakt. Rondom elke vaste steek komt ook weer een relief half stokje achterlangs. Dus omslaan rondom het eerste vaste steekje. Dat is 1. Ga je rondom de volgende vaste steek. 2 en de volgende. Zo maak je er 14 in totaal. Maak zo 14 halve stokjes achterlangs en dan kom je bij de volgende schelp. Dan ga je ook weer 5 relief halve stokjes achterlangs maken rondom die 5 stokjes hier. In die ruimte van die ene losse gaat een half stokje, 1 losse, 1 half stokje terug in dezelfde ruimte. En dan weer 5 relief halve stokjes achterlangs maken rondom de linkerkant van de schelp. Zo werk je helemaal rond. In het begin maken we weer een onzichtbare steek en dat doe je op de tweede halve stokje achterlangs. Ronde 89, nieuwe kleur op de haaknaald. We gaan beginnen met een staand half stokje in de ruimte van 1 losse in zo'n punt. Draad staat op de naald, omslaan in die ruimte van 1 losse. En een staand half stokje maken. 1 losse, terug in dezelfde ruimte met nog een keer een half stokje. Dan heb je weer zo'n nieuwe punt gemaakt. In de volgende 13 steken gaan we een relief half stokje achterlangs haken. Omslaan, rondom het eerste stokje, dat is dan dat stokje hier in de punt, ga je in die ruimte van 1 losse. En dan weer naar achteren, draad te pakken, omhoog halen, omslaan en door 3. Dit is de eerste van 13, dus rondom de volgende steek. Dit is dan 2, rondom de volgende steek. 3.
En dan 4. 5. En 6. En de volgende steken gaan rondom die steken hier aan de rechterkant. 7. 8. 9. 10. 11. 12. En nog eentje. 13. 2 lossen maken. 1 en 2. En dan ga je rondom de volgende 13 steken ook een relief half stokje achterlangs maken. Dus 1 rondom de volgende steek. 2. En dan zie je dat je hier weer een soort van lusje hebt gemaakt van die 2 lossen. Dan gaan we verder. 3, 4, 12, nog 1 steek te gaan en 13. De volgende steek is dan weer die ene losse, daar ga je weer zo'n puntje in maken. Dus dan begin je met de tweede herhaling in dat puntje. In die ruimte van die ene losse gaat dan weer een half stokje, 1 losse en een half stokje. En dan ga je weer 13 relief half stokjes achterlangs maken. 2 losse, 13 relief half stokjes achterlangs en dan weer een volgende punt. Ga zo helemaal rond. Een onzichtbare steek maken in de tweede steek. En dat doe je in de tweede steek. Dat is dan de losse steek. Niet in die ruimte, maar probeer echt onder dat V-steekje van die ene losse te gaan. We gaan beginnen met ronde 90. In een ruimte van 1 losse, dat is in zo'n punt, met een staand half stokje. Een losse, terug in dezelfde ruimte met een half stokje. Voor een nieuwe punt. In de volgende 10 steken gaat een relief half stokje achterlangs. Dus omslaan rondom het eerste half stokje hier in de punt. Op de achterkant weer een half stokje maken. Dat is 1. 10 in totaal. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 10. 4 steken overslaan. 1, 2, 3, 4. En dan kom je in de ruimte van 2 lossen, dat lusje. In dat lusje gaan we 4 dubbele stokjes maken. 2 keer de draad om de naald. Dan in die ruimte van 2 lossen. Draad oppakken, omhoog halen. Omslaan door 2. Omslaan door 2. Omslaan door 2. Dit doe je nog 3 keer. 2 keer de naald om de naald. Twee keer de draad om de naald en een dubbel stokje maken en nog een keer. Twee keer de draad om de naald en een dubbel stokje maken. Zo heb je 4 keer een dubbel stokje gemaakt. Nu maak je 1 losse. Ga je terug in dezelfde ruimte van 2 lossen met nog eens een keertje 4 dubbele stokjes. Dus 2 keer de draad om de naald, de
Dit is 1. Terug in dezelfde ruimte. 2. 3. En 4. Zo heb je weer zo'n nieuw waaiertje gemaakt. 4 steken overslaan. En de eerste steek zit gelijk hier, eigenlijk in die ruimte van die twee lossen. Dat is de eerste steek. 1, 2, 3, 4. En dan in de volgende, of rondom de volgende, maak je weer een relief half stokje achterlangs. En dat is de eerste van 10 op een rij. Dus 1, rondom de volgende, 2, 3, 4. Ik heb er nu 9 gemaakt, nog eentje te gaan en dat is het halve stokje hier in de punt. Daarmee maak je een relief half stokje achterlangs nummer 10. Dit zijn zo alle steken die je zo helemaal rond gaat haken. In de volgende ruimte van die ene losse maak je weer een nieuwe punt en dat is dan weer de eerste of de tweede herhaling alweer die je gaat maken. Werk zo helemaal rond. Sluit weer met een onzichtbare steek in de tweede steek en dat is de losse in de eerste punt. Ronde 91, nieuwe kleur op de haaknaald en we gaan in deze punt beginnen. Hier heb je dan zo'n nieuwe waaier van die dubbele stokjes. En hier heb je die ene losse bovenop die punt hier. Daar gaan we beginnen. In de ruimte van 1 losse met een staande vaste steek. Een losse maken. En dan terug in dezelfde ruimte met nog een keer een vaste. Voor een nieuwe punt. 1 losse maken. Nu ga je 2 steken overslaan. Dat is de eerste steek hier naar die ruimte van 1 losse. En de volgende steek. Dan ga je in de volgende steek en daar maak je 1 vaste. Dus de eerste steekje in de hoek overslaan, de volgende steek in de derde steek, daar ga je dan een vaste maken. 1 losse, 1 steek overslaan, in de volgende steek een vaste. 1 losse. 1 steek overslaan, een vaste in de volgende steek. 1 losse, 1 steek overslaan, in de volgende steek 1 vaste. Dit gaan we nog 1 keer doen. Een losse, 1 steek overslaan en in de volgende steek gaat 1 vaste. Nu komen we hier uit bij die vaaier van die dubbele stokjes. Om de 4 volgende dubbele stokjes gaat een relief stokje achterlangs. Omslaan, rondom het eerste dubbele stokje, van achter naar voren, van voor naar achteren. Draad te pakken onderdoor halen, omslaan door 2, omslaan door 2. Omslaan, rondom het volgende dubbele stokje, op de achterkant draad te pakken en een stokje maken. Dus 2, 4 keer in totaal, 3, 4. In die ruimte van 1 losse gaan we een nieuwe punt maken. 1 stokje in die ruimte van 1 losse. 1 losse maken. En een stokje terug in de ruimte van 1 losse. Dan heb je weer zo'n nieuwe punt gemaakt. We gaan ook een relief stokje achterlangs maken op de volgende 4 steken. De 4 dubbele stokjes. Dus omslaan. Rondom het eerste dubbele stokje. Dit is 1. Rondom de volgende. 2. 3
en 4. Een losse maken. De eerste steek hier overslaan. En dan ga je in de volgende steek, maak je dan weer een vaste. Een losse. Een steek overslaan. In de volgende steek een vaste. Een losse. Een steek overslaan. Een vaste in de volgende steek. Een losse. Een steek overslaan. In de volgende steek een vaste. Een losse. En een steek overslaan. In de volgende steek een vaste. En dan maak je nog een losse. En dan één steek overslaan. En dan hier in de volgende ruimte van die ene losse ga je weer zo'n puntje haken. Van één vaste, één losse, één vaste. Maar dat is dan weer de tweede herhaling. Al deze steken die we hier hebben gemaakt, die ga je zo helemaal rondom haken. We sluiten weer met een onzichtbare steek in de tweede steek en dat is in de losse. Ronde 92. We gaan beginnen met een staande vaste steek in een ruimte van 1 losse in een punt. En die losse die hebben we gemaakt tussen 2 vaste steken in. De andere punt, daar zit een losse tussen 2 stokjes. Die moeten we niet hebben. We gaan in de ruimte van die ene losse beginnen tussen de 2 vaste steken in. Staande vaste steek in die ruimte van die ene losse. Eén losse maken. Terug in dezelfde ruimte met een vaste. Zo hebben we weer een nieuwe punt. Eén vaste, één losse, één vaste. 1 losse maken. De vaste hier in de punt, die ga je overslaan. Dan hebben we hier een losse. In die losse ruimte gaat 1 vaste. Een losse maken. De volgende vaste steek overslaan. In de volgende ruimte van 1 losse gaat weer een vaste. Een losse. De volgende vaste steek overslaan. In de volgende ruimte van 1 losse gaat weer 1 vaste. Een losse, volgende steek overslaan, in de ruimte van 1 losse gaat een vaste. 1 losse, vaste steek overslaan, in de volgende ruimte van 1 losse ook een vaste maken. 1 losse, en dan hier de laatste vaste voor die relief stokjes achterlangs, die ga je overslaan. En dan ga je rondom de 4 relief stokjes achterlangs een relief vaste steek achterlangs maken. Dus die vaste die sla je over. Ga je rondom het allereerste stokje achterlangs, ga je achterlangs weer een vaste maken. Dat is 1. Rondom het volgende stokje. 2. Rondom de volgende. 3 en nog een keer 4. Rondom het stokje, hier in de punt van een stokje lossen en een stokje, gaat ook een relief vaste steek achterlangs. En dan in de ruimte van die ene losse in de punt gaan we een nieuwe punt maken van 1 vaste. 1 losse en 1 vaste terug in dezelfde ruimte van 1 losse. Rondom het stokje en de 4 volgende stokjes achterlangs. Dat zijn er 5 in totaal, ga je weer een relief vaste steek achterlangs maken. Eerst rondom dat stokje in de punt. Dat is 1. 2, 3, 4 en 5.
1 losse maken. De eerste vaste hier, die ga je weer overslaan. En dan in de ruimte van die ene losse gaat weer een vaste. Een losse maken, vaste overslaan, in de ruimte van 1 losse een vaste maken. 1 losse, de vaste steek overslaan, in die ruimte van die ene losse gaat een vaste. 1 losse, die vaste steek overslaan, in de volgende ruimte van 1 losse gaat een vaste. Een losse, steek overslaan, in de volgende ruimte van 1 losse gaat weer een vaste. En dan maak je nog een losse. En dit zijn alle steken die je zo helemaal rondom gaat herhalen. De volgende vaste steek ga je dan overslaan en dan hier in de punt van die ene losse gaat weer de tweede herhaling beginnen. Van een vaste, een losse en een vaste in de punt. Herhaal zo al je steken. In het begin maak je weer een onzichtbare steek en dat doe je in de tweede steek. En dat is de losse. Ronde 93 met een nieuwe kleur. We gaan beginnen met een staande vaste steek in de ruimte van 1 losse in deze punt hier. Hier heb je 2 van die blauwe punten en dan die punt daartussen, daar gaan we beginnen. In die ruimte van 1 losse tussen 2 vaste in met een staande vaste. 1 losse en dan terug in dezelfde ruimte met een vaste. De eerste steek hier in die punt hier, die ga je overslaan. En dan in de volgende steek maak je een vaste. En deze vaste is de eerste van 5 op een rij. Dus in de volgende 4 steken maak je ook nog een vaste. Dus dan heb je 5 vaste in totaal. Dit is de 4e en de 5e. In die ruimte van die ene losse hier, daar gaat een vaste in. Dan ga je de vaste steek overslaan en dan in de ruimte van 1 losse, daar komen 3 stokjes in. Omslaan, die vaste steek overslaan en dan hier in die ruimte van die ene losse 3 stokjes haken. 1, 2 en 3. Heb je zo'n klein mini waaiertje. De volgende vaste steek overslaan en dan in de volgende ruimte van 1 losse, daar gaat weer een vaste in. De volgende vaste steek overslaan. In de volgende steek, of dat is dan die losse, daar gaat weer een vaste in. De vaste overslaan. Dan in de volgende ruimte van 1 losse, daar gaat weer een mini waaitje in van 3 stokjes in die ruimte van die ene losse. 1, 2 en 3. De vaste steek overslaan en in de volgende ruimte van 1 losse gaat weer 1 vaste. Dan komen we bij de volgende punt. Van die vaste, losse en een vaste. In die ruimte van de losse maak je een nieuwe punt van 1 vaste. 1 losse, 1 vaste terug in dezelfde ruimte. Die vaste hier in de hoek, in de punt, die ga je overslaan. In de volgende ruimte van 1 losse gaat een vaste. Wat we aan deze kant hebben gedaan met die mini waartjes, gaan we ook aan deze kant maken. De volgende vaste steek overslaan. In de volgende losse ruimte gaat weer een mini waaier van 3 stokjes. 1, 2 en 3. De volgende vaste steek overslaan. In de volgende ruimte van 1 losse gaat 1 vaste.
de volgende vaste steek overslaan. In de volgende ruimte van 1 losse gaat weer 1 vaste. De volgende vaste steek overslaan. In de volgende ruimte van 1 losse gaat weer een nieuwe waaier van 3 stokjes. 1, 2 en 3. De volgende vaste overslaan en dan hier in de ruimte van 1 losse gaat een vaste. Dus dan heb je aan weerskanten van die kleine waaiertjes gemaakt. Dan de volgende vaste steek, die ga je overslaan. In de volgende 5 steken gaat weer 1 vaste. Dus 1, 2, 3, 4 en 5. In de volgende steek, dat is dan weer 1 losse, dat is dezelfde punt als waar je bent begonnen. Al deze steken ga je dan helemaal rondhaken. Dus in de volgende ruimte van 1 losse gaat weer een nieuwe punt van 1 vaste, een losse en een vaste. Maak zo al je steken helemaal rondom en sluit weer met een onzichtbare steek in de tweede steek. Ronde 94 met een nieuwe kleur op de haaknaald. We gaan dus niet haken met kleur 700, maar een andere kleur. En we gaan beginnen in de punt hier waar we de vaste steek hebben gemaakt. Bij de volgende punt hier, dat is de punt waar we die waaiertjes van die 3 stokjes hebben gemaakt. We gaan dus in de punt beginnen waar we de vaste hebben gemaakt. Boven in die ruimte. Van die ene losse tussen die 2 vaste steken in gaan we een staand half stokje haken. Omslaan in die ruimte van 1 losse. Draad de pak omhoog halen, omslaan en door 3 heen halen. 1 losse en dan terug in dezelfde ruimte van 1 losse met een half stokje. Voor een nieuwe punt. We gaan rondom de volgende 17 steken, totdat we aan de volgende punt komen tussen die 2 vaste en die ruimte van 1 losse, gaan we een relief half stokje achterlangs haken. 17 in totaal. En de eerste is hier precies die vaste steek die we in die punt hebben gemaakt. Daar ga je rondomheen. Op de achterkant pak je de draad op, omhoog halen. Omslaan en de 3 heen halen. Dat is 1. Rondom de volgende steek. 2. 3. 4. 5. 6 en nummer 7, dat is dan ook nog een vaste steek waar je omheen werkt. 'Ze heb je hier dan die punt en dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer rondom een vaste. Rondom de 3 stokjes ook een half stokje achterlangs maken. Dat is dan nummer 8, 9 en 10. Dan krijg je 2 vaste steken. Elf. Twaalf. Dan krijgen we weer 3 stokjes. Ook daar rondomheen een relief half stokje achterlangs. Dertien. Veertien. 15,
dan krijg je een vaste. Dat is nummer 16. En nummer 17 ga je hier in die vaste van de punthaken. Dus hier heb je een vaste, een losse en een vaste. Rondom die eerste vaste in die punt gaat dan ook een relief half stokje achterlangs. En dat zijn er dan 17 in totaal vanaf de eerste punt hier. Dan ga je in de volgende punt haken. Tussen die vaste, losse en een vaste in. In die ruimte van die ene losse gaat een half stokje. 1 losse. Een half stokje terug in dezelfde ruimte van 1 losse. Voor een nieuwe punt. Je gaat weer op dezelfde manier 17 relief halve stokjes achterlangs haken rondom al die steken. Dus dat zijn eerst 2 vaste, 3 stokjes, 2 vaste, 3 stokjes en dan 7 vaste steken. En dan nog een vaste steekje in de punt. Dat zijn dan 17 steken in totaal totdat je in de volgende ruimte van 1 losse komt van de volgende punt. En daar begin je weer met een volgende punt van een half stokje, 1 losse en een half stokje. En die punt is hetzelfde als de eerste punt waar je hiermee bent begonnen. Zo ga je helemaal rond. In elke punt haak je dan een half stokje, een losse, een half stokje. En rondom elke steek tussen de twee punten in, 17 keer een relief stokje achterlangs. Zo werk je helemaal rond en dan sluit je weer met een onzichtbare steek. In het begin op de tweede steek en dat is de losse. Nieuwe kleur op de haaknaald in ronde 95. En we gaan beginnen met een staand half stokje in een ruimte van 1 losse. En dat is in een punt. Het maakt niet uit waar je begint. Draad staat op de naald. Omslaan. Dan ga je met de haaknaald in die ruimte van 1 losse. Draad te pakken omhoog halen. Omslaan en dan door 3 lusjes heen halen. Een losse. En dan terug met een half stokje in die ruimte van 1 losse voor een nieuwe punt. Nu ga je de eerste steek naar die ruimte van 1 losse, die ga je overslaan. En dat is dat halve stokje die we hier in de punt hebben gemaakt. Dus je hebt een half stokje, 1 losse, een half stokje. Dat tweede halve stokje, die ga je dan overslaan. Die gaat door naar de volgende steek en maakt daar een half stokje op. En dit is het eerste halve stokje van 8 in totaal. Dus dit is de eerste, door naar de volgende steek. 2. Drie, vier, vijf, zes, zeven, acht halve stokjes. De volgende twee steken, daar ga je twee halve stokjes in samen haken. Draad om de naald, in de volgende steek. Draad te pakken omhoog halen, omslaan, door naar de volgende steek, daarin draad te pakken omhoog halen. Je hebt nu 5 lusjes op je haaknaald, die ga je allemaal samen haken. Omslaan en door alle 5 de lusjes heen trekken en 1 keer. In de volgende 8 steken ga je weer een half stokje maken. Dus in de volgende steek. 1 in de volgende steek, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. En al deze steken ga je zo helemaal rondom haken. In de volgende ruimte van 1 losse ga je een nieuwe punt maken van een half stokje, 1 losse en half stokje. En die is dan precies hetzelfde als hier die punt die je hier
in het begin hebt gemaakt. Daarna sla je dan het eerste halve stokje hier in de punt na die ene losse, die ga je overslaan. En dan in de volgende 8 steken maak je een half stokje, 2 halve stokjes samenhaken, 8 halve stokjes. Zo ga je helemaal rond en je maakt weer een onzichtbare steek in het begin. En dat doe je dan in de tweede steek, dat is de losse. Het is zover, we gaan beginnen aan de laatste ronde, ronde 96 en kleur 700 dus terug op de haaknaald. En we gaan beginnen in een ruimte van 1 losse, dat is in zo'n punt. Het maakt niet uit welke dat je pakt er gewoon 1. En daar gaan we in die punt gaan we 5 halve stokjes haken en daar maken we een popcornsteek van. De eerste is een staand half stokje. Draad zat op de naald, omslaan. In de ruimte van 1 losse, draad oppakken, omhoog halen, omslaan en de alle 3 losjes heen halen in 1 keer. Dat is je eerste staand half stokje. Zo maken we er nog 4 in dezelfde ruimte. Omslaan, in de ruimte van 1 losse, draad oppakken, omhoog halen, omslaan en door 3 heen halen. Dat zijn 2 halve stokjes. Doe nog een keer. Dat zijn er 3. 4. En 5. Zo heb je een waaiertje van 5 halve stokjes. Daar gaan we een popcornsteek van maken. De haaknaad gaat uit de steek. Dan ga je terug naar het allereerste halve stokje. Daarbovenop die V-steek hier, daar gaat de haaknaad weer terug in, draad gaat terug op de naald, die trek je aan en die trek je door de allereerste steek heen. Dan heb je een popcornsteek gemaakt, niet van stokjes, maar halve stokjes. In de volgende 19 steken, daar gaan we relief halve stokjes achterlangs haken. Omslaan, rondom het eerste vaste steekje hier, daar ga je omheen, of is het een half stokje, is dat, het is geen steek, het is een half stokje, van achter naar voren, van voor naar achteren, draad oppakken, omhoog halen. En de eerste is altijd wel een beetje lastig hoor, na die popcorn steek, dan heb je weer 3 lusjes op je haaknaald, omslaan en door 3 heen halen. Omslaan rondom de volgende steek en op de achterkant daar maak je dan weer een half stokje. Dat zijn er 2. Omslaan rondom de volgende, draad pakken, er onderdoor halen, op de achterkant een half stokje maken. Dat zijn er 3 en zo maak je er 19 in totaal. En dan komen we weer uit in de volgende punt. En in die volgende punt gaan we weer een popcornsteek haken van 5 halve stokjes. En zo werken we helemaal rond. Ik maak deze 19 relief halve stokjes achterlangs even af. En dan laat ik de volgende popcornsteek nog een keertje zien. Ik heb die 19 relief halve stokjes achterlangs gemaakt. En dan in de volgende steek, dat is de ruimte van 1 losse, in de volgende punt gaan we weer een nieuwe popcornsteek maken van 5 halve stokjes. Omslaan in de ruimte van 1 losse, draad oppakken, omhoog halen, omslaan door 3 heen halen. Dat is 1. 5 maken in totaal. 2. 3, 4 en 5 halve stokjes. De haaknaad gaat weer uit de steek. Je gaat dan terug naar het allereerste halve stokje boven op die V. Daar gaat die in. Draad terug op de naald, aantrekken en dan doorhalen door de allereerste steek voor een nieuwe popcorn. En dan ga je weer
relief halve stokjes achterlangs haken. Door naar de volgende punten. Dat zijn er dan weer 19 in totaal. En zo werk je helemaal rond. In het begin maak je dan weer een laatste onzichtbare steek. En dan is het kleed helemaal klaar. Alle steken heb ik gemaakt, een onzichtbare steek in het begin en we zijn helemaal klaar met deze grote mandala, A Touch of Frost. Je mag mij altijd een foto sturen op mijn Facebookpagina, maar je kunt hem ook naar mij mailen. Het mailadres vind je op mijn website biancascrochetpalace.com. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en dat het een leerzaam kleed voor je is geweest. Bedankt voor het kijken en ik hoop heel graag tot ziens bij een volgend project van mij. Dag!